Het is maandagavond. Dit is The Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Goedenavond. Welkom bij The Music Corner. Vanavond te gast Dieter van der Westen. En we begonnen met de Foo Fighters. Oh, hoor ik nou allemaal klassiekers? Ik hoor een piano. Ik denk, je hebt ergens een pianist neergezet. Foo Fighters met piano? Ja. Ja. Nee, dat is goed. Oh, nou ja, goed. Dat was Sunday Rain. Dan wel op maandag, maar goed. Ja, onze huisartiest, zou ik maar zeggen. Dieter van der Westen is te gast. Vorig jaar rond deze tijd was hij er ook. En hij gaat iets live doen. Van zijn nieuwe album. Ja, wat binnenkort, of even binnenkort, in januari verwacht wordt. Ja, dus ik ga eerst beginnen met een liedje nog van het oude album, de vorige single. Mm-hmm. Ik dacht, het is wel leuk om te beginnen met Sometimes. En dan straks licht ik nog een tipje van de sluier af voor wat er gaat komen komend jaar. Oké. Ja? Nou. Het is misschien wel even leuk om te vertellen dat er wel een speciale reden is waarom jij juist vanavond hier bent. Ja. Inderdaad, gewoon... 100 jaar geleden was dat hier... Ja, maar daarnaast ook, het is de allerlaatste uitzending van Marcel hier, toch? Ja. Bij de log, ja. Dus, bij de log. En nou ja, ik vind het heel leuk om aanwezig te zijn. Ik vind het altijd heel erg tof om te zien dat mensen met heel veel passie radio maken. Mm-hmm. En zich met hart en ziel inzetten om ook muzikanten als mij en andere artiesten gewoon... Ja, toch de eter in te sturen. Dus ik vind het altijd heel leuk als ik daarvoor uitgenodigd word. Ja. Ja. Maar, volgende week ben ik alweer hier te gast. Ja, dat zou je bijna zeggen, ja. Nou, ik moet het wel heel even uitleggen. Want meestal is het, als wij dit programma maken, doen we het altijd met z'n drieën. Altijd. En dan beslissen we ook met z'n drieën van, nou dan doen we die komt langs. Dat gaan we doen en zo. En omdat het Marcel's laatste uitzending is. Marcel, jij beslist alles maar. Je doet maar gewoon en we zien het wel. Wij bemoeien ons er niet mee. En toen vroegen we ook aan Marcel van welke artiest zou jij nou hier willen hebben? En het eerste wat hij zei was Dieter van der Westen. Ja. Dus als een van de favoriete artiesten. Eerste keus. Ja, eerste keus. Dus vandaar is hierbij ook even uitgelegd. Mooi. Goed. Dan zal ik maar beginnen met het liedje, denk ik. Ja. Ja. Het is Sometimes. Something evident if you want to be my lady, then you have to understand.
Sometimes it's better to go true and do it just your way. Sometimes it's better to go on, just to go on day by day. But you make the things different. You make me wanna stay. Lin, ik ben altijd vol met vragen, maar... Nou, ik val een beetje stil vanavond, merk ik. Van je stil? Ik weet niet of het door al emoties is. Nou. Nee, hoor, ik doe een beetje flauw. Maar dat hadden we... Nee, ik wou zeggen, hadden we afgesproken, maar dat is niet zo. Maar Dieter... Ja. Voordat ik hier naartoe reed, heb ik nog even op internet zitten kijken. Mm-hmm. En ja, het is wel heel frappant eigenlijk dat er staat je verborgen talenten ontplooien zoals Dieter van der Westen doet. Dat zou meer mensen moeten doen. Mm-hmm. Herken je dat? Heb je dat gevoel ook? Ja, nou, ik denk wel dat het voor mensen gewoon belangrijk is dat ze hun hart volgen en dat ze doen wat ze leuk vinden in het leven. En zich niet zozeer laten leiden door alle beperkingen die mensen om zich heen voelen. Maar gewoon hun hart te volgen en zonder angst te doen wat ze het leukste vinden om te doen. En dat is volgens mij heel belangrijk in het leven. Is er voor jou... Sorry. Ja. Vorig jaar rond deze tijd, toen stond Paradiso op het programma. Mm-hmm. Hoe was die ervaring? Ja, dat was te gek. Gewoon, we hebben... in Paradiso de albumpresentatie gedaan van het album waar dit nummer ook op stond. En gewoon het was lekker vol en veel vrienden en bekenden, want ik had het album via crowdfunding had ik het weten te realiseren. Dus al die mensen waren er ook. En het is te gek om in Paradiso te spelen altijd. Ja. Dus, en we hadden Marco van Marco's Muziek hier uit Tilburg, die deed geluid. Dat is ook al iemand waar ik 20 of 25 jaar mee werk. Dus dat is, dat was te gek gewoon dat die ook het geluid deed die avond. Oh, mooi. Ja. Mooi. Zou je trouwens, stel dat volgend jaar het Songfestival hier in, of trouwens dat is in Nederland. Mm-hmm. Maar zou je daar naartoe willen? Als artiest? Nou, als artiest, dat is niet helemaal mijn ding, denk ik. Gewoon, ik denk dat er mensen zijn die dat veel beter kunnen dan ik. Maar ik vind het natuurlijk wel een geweldige prestatie dat Duncan Lawrence dat hij gewonnen heeft. Ja. En ik denk dat het alleen maar positief is gewoon, dat iemand gewoon met hart voor muziek en dat hij zo'n prestatie neerzet. En dat het, dat het echt om de muziek ging. En op een positieve manier. En wat hij ook aangaf zo van als je groot durft te dromen, dan wordt het, kan het groot worden. Als je daar al niet mee begint, dan zal het ook nooit groot worden, zeg maar. Ja. Dus dat vond ik wel heel leuk, heel mooi om te zien. Ja. Ja. We hadden het net over die ontplooiing. Is er voor jou in jouw leven een omslagpunt geweest? Dat je denkt van, nu is het genoeg geweest met doen wat misschien moet. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar... Ja, dat wel. Ik heb, er zijn een paar gebeurtenissen in mijn leven die heel veel invloed hebben gehad op mijn... maar sowieso dat ik muzikant ben geworden. Mijn vader die is heel ziek geweest in... vanaf mijn 16e tot mijn 28e. Toen ik 28 was, is hij ook overleden. Maar door zijn ziekte ben ik ook wel anders gaan kijken naar het leven. En heb ik ook wel gedacht van, ik moet gewoon echt doen wat ik leuk vind. En ik moet daar echt vol voor gaan. Maar het was ook, ik had eerst gewoon een baan als business consultant bij een organisatieadviesbureau. En ik zat toen op het OV-chipkaartproject. Dat werd toen net opgestart. En... op een gegeven moment, ik moest kiezen of ik moest
bij dat bedrijf blijven werken. Of ik moest, want het werd steeds drukker met muziek, of ik moest kiezen voor de muziek. Ja, en ja, geld en zo, dat maakt me toch al niet zo heel erg veel uit. Ik heb me altijd wel gered. Dus ik dacht van, nou ja, dan ga ik toch echt doen wat ik leuk vind. Maar dus, je hebt ook heel veel soorten muziek gespeeld, hè? Je hebt ook in bands gespeeld met Marokkaanse invloeden. Klopt. Ik speel al 20 jaar met Casbah. Ja. En nog steeds. Ik heb gisteren nog weer met Casbah gespeeld. En dat gaat ook gewoon door. Mm-hmm. En Casbah, dat is, ja, daar heb ik in Nederland met Telau en Bluff en Frank Boeien en het Metropool Orkest en ja, allemaal bekende artiesten heb ik daar mee gewerkt. Ja. Met Casbah. En maar ja, muziek is universeel, dus dat is geen, daar zitten geen grenzen aan. Hè? Dat is het mooie altijd, dat muziek mensen samenbrengt. Ja. Dus dat, ja. En als we een beetje teruggraven in de geschiedenis, hoe ben je bij die band gekomen? Nou, ik woonde in Tilburg en toen kwam mijn buurjongen, Hisham Krari, die kwam bij mij aanbellen of ik in zijn bandje wilde komen spelen. En ik zei van, nou, dat is prima. Als jij in mijn bandje komt spelen, ik had een hip-hop bandje. Oh. En hij speelde wel in een Marokkaanse band. Maar ik vond die muziek wel heel leuk, die Marokkaanse muziek. Gewoon lekker swingend, gewoon melodieus. Dus daar ben ik eigenlijk in blijven hangen, in die muziek. En dat hip-hop bandje wat ik had, dat is inmiddels al heel lang ten gronde. Maar verschilt dat muziek van de Marokkaanse sferen, breng je dat ook over in je eigen werk? Ja, het zit wel. Je neemt je eigen bagage mee. Ja. Dus kijk, heel die regio Marokko, West-Afrika, daar komt heel veel muziek vandaan natuurlijk. Al die slaven die naar Amerika zijn getransporteerd en naar Zuid-Amerika. Ja, dat is zeg maar de oorsprong van heel veel verschillende soorten muziek daar, dat westen van Afrika. En ik gebruik het ook in mijn muziek. Dus soms zijn de ritmes net even iets anders in mijn nummers dan. Als je bijvoorbeeld traditionele country of Americana liedjes hoort. Dus Amerikanen die horen dat ook direct. Zo van, hey, het klinkt een beetje als ons muziek, maar het is toch iets anders. Mm-hmm. Het klinkt wat wereldser. Er zitten wat andere ritmes in. En daarom draaien ze het af en toe ook in Amerika. Omdat het anders is dan Amerikaanse muziek. Ah ja. Ja, ja, en wat ga je nu aan ons live brengen? Ja, ik zat te denken om een... ik ben nieuwe dingen aan het schrijven. En speciaal voor jou, laatste uitzending hier, dacht ik van, nou, dan is het misschien wel leuk om een... Je hebt toch geen liedje over mij geschreven? Nee, dat is niet. Nee. Gewoon een liedje heet Marcel, nee. Nee. Nee, ik heb een... even kijken hoor. Even een ander harpje pakken. Nee, het is een liedje. Gewoon misschien wel een primeur dus. Het is een primeur, absoluut. Nou. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Het is speciaal hiervoor. We gaan hem eens proberen. Nou, we gaan genieten. Nou, hij gave my soul. Thank you.
Dankjewel. Nou, super. We zullen je even op adem geven. Dat je eventjes rustig kan zitten en wat kan spoelen, zou ik maar zeggen. Ja. We draaien een liedje Room with a View. A room with a view, and you, and no one to worry us, no one to hurry us through this dream we found. We'll gaze at the sky and try to guess what it's all about, then we will figure out why the world is round. We'll be as happy and contented as birds upon a tree, high above the mountains and sea. We'll build and we'll coo, and sorrow will never come, or will it ever come true? Our room with a view. Oh, will it ever come true? Our room with a view. Beach Boys. Er was een gast die meespeelde. Paul McCartney, die kauwde een worteltje. Daarvoor kon luisteren naar Room with a View. Paul McCartney zong dat. Maar het is een traditioneel liedje. Een oud liedje, die ik zo zeggen. Goed, nou terug naar onze gast van vanavond. Dieter van der Westen. Yeah. Ja. Wat heb je nog aan meer te bieden van muziek? Ja, we gaan. Ik dacht, misschien is het leuk gewoon om nog een liedje te spelen van het vorige album, bijvoorbeeld Driving Home. Nou, wil dat doen? Ja, doe maar. Ja.
eventjes de mondharp zoeken die ik daarbij moet hebben, want het is altijd... soms dan heb ik de verkeerde en dan, ja, dan gaat het dus meestal ook niet goed. Dus, maar dit liedje heb ik geschreven, ja, het is... Ik ben echt dol op naar huis rijden eigenlijk. Gewoon midden in de nacht naar optredens en dan zet ik de radio zachtjes aan en dan... ja, dan zit ik gewoon lekker muziek te luisteren, lekker in mijn eentje. Rustig, de nacht om me heen. En daarom dacht ik van, nou, het is wel leuk om daar een liedje over te maken. En dat is geworden Driving Home. Oké. Driving home.
Dankjewel. Ja, we zijn bijna thuis, hè? We zijn bijna thuis, ja, precies. Ja, dat was ook van je vorige album, hè? Klopt, dit is de openingstrek van het album Me and You. Mm-hmm. En ja, dat album, dit nummer en Me and You, dat zijn de meest gedraaide nummers van het album. Dat wordt al goed opgepikt. Ja, en wat was de inspiratie voor dit liedje? Nou, het was meer als je gewoon in de auto zit op een warme zomeravond en je rijdt naar huis en je ziet langzaam de zon ondergaan. Dan dwalen je gedachten af en dan ga je denken over de toekomst. Mm. En dan ga je denken over wat er allemaal in je leven is gebeurd. Beetje sentimenteel dan, hè? Gewoon associatief eigenlijk, ja. Ja, er is dan natuurlijk ook rust. Precies. Waar alle gedachten. Ja. Je moet niet in de file staan, hè? Nee, maar ik kan me voorstellen als je zo lekker je gedachten kunt laten gaan en je wordt er niks gestoord. Mm-hmm. Klopt, ja. Dat vind ik altijd een heel prettig moment van de dag. Het begin van de avond, als de zon ondergaat. En als je dan rustig inderdaad over de dingen na kunt denken. Ja, daar hou ik zelf heel erg van. Dus zijn ook wel momenten dat ik de meeste inspiratie heb om nieuwe dingen te maken of zo. Mm-hmm. Ja, ik hou ook wel van in die periode schrijven zo, een beetje avond, nacht. Kun je nog een tipje van de sluier oplichten van een nieuw album? Mm-hmm. En ook misschien vertellen wat je daar, hoe je erbij gekomen bent om dit te doen? Ik ben nu aan het schrijven, dus het liedje wat ik hiervoor speelde. Dus het tweede liedje dat ik speelde, dat is een liedje van een nieuwe album. Ik heb inmiddels iets van vijf liedjes geschreven. Mm-hmm. En wat we nu gaan doen, we gaan waarschijnlijk eind juni, begin juli gaan we voor het eerst met de band repeteren en kijken hoe we het uit kunnen arrangeren. En dan zo vanaf september gaan we echt serieus aan de slag om gewoon weer 10 liedjes op de plaat te gaan zetten. Ja. Gaat waarschijnlijk zo november, december verwacht ik dat we het gaan opnemen. Dus dat wordt dus spannend. Ja. Gaat je moeder weer meewerken? Nee, nee, nee. Mijn moeder laat ik voor deze editie denk ik met rust. Heeft al heel veel hoesjes gemaakt. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. En er komen nog steeds mensen naar me toe en die vragen van heb je die cd's nog met dat... Wel een collectors item, hè? Ja, het is een collectors item. Want elke hoes is weer uniek, hè? Precies, ze heeft er 235 gemaakt. Oh, jee. Dus ik heb nog een paar exemplaren over. En, die zijn veel geld waard, hè? Precies, die zijn op een gegeven moment worden ze geld waard. Ja, ja. Ja. Wat kun je spelen? Ik kan nog wel een iets meer uptempo nummer spelen. Misschien wel leuk. En Missie Morgen ga ik even proberen. Een leuk uptempo liedje. Ja. Het is, je kunt op verschillende manieren kun je mensen missen. Gewoon als ze er niet meer zijn natuurlijk. Maar vaak kun je ook mensen missen als je ontzettend verliefd bent op iemand. En daar gaat het liedje eigenlijk I miss you more, I miss you more than I missed you before. I miss you more than ever before. I miss you more than I've missed you before. And I said, oh my baby, 'cause these days I've been traveling and talking to myself. These fine summer days were the best I ever had. And still I feel you everywhere. I missed you before these days.
Dankjewel. Nou, we zullen je even adempauze geven. We draaien nou iets van Carl Perkins en Paul McCartney. My Old Friends. On the Isle of Montserrat, no, I never shall forget. Just a country boy, a guitar, and a song. You invited me in, and you've treated me like kin, and you've given me a reason to go home. My old friend, thanks for inviting me in. My old friend, may this goodbye never mean the end. And if we never meet again this side of life, in a little while over yonder where is peace and quiet, my old friend, won't you think about me every now. If I told you how I feel, oh, it wouldn't sound so real, cause emotions, they are just now setting in. But it sure is great to know that wherever we may go, we can always be the best of friends. My old friend, thanks for inviting me in. My old friend, may this goodbye never mean the end. And if we'll never meet again this side of life, in a little while over yonder where is peace and quiet, my old friend, won't you think about me every now. And I'll think about you, my old friend. En my old friend was dat Carl Perkins, Paul McCartney en Dieter van der Westen spelen mee op dit liedje. Goed. Nou. Ja. Moeder stil. Ik zat te denken. Het is wel leuk om een oud liedje te spelen. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Brabant. En het is een liedje eigenlijk over Brabant. Het is, toen ik een jaar of 10 was, toen ging ik wel eens samen met mijn jongste broer Leon, ging ik mee naar de boerderij van Cor en Jan Haag. En, in de Reeshof? Ja, in de Reeshof inderdaad. En daar ging ik daar ging ik dan een beetje meehelpen. Gewoon met het voeren van de koeien en het aanvegen van de stal, dat soort dingen. En één keer per jaar gingen we met de tractor gingen we strobalen halen in de buurt van de Amercentrale, de Biesbos. En daar was het echt voor mij een grote belevenis natuurlijk. Moesten we 2 uur lang op de tractor zitten en kijk je uit over de groen-gele velden van Brabant. En daar gaat dit liedje over, Yellow Green. Traveled through the fields, and I walked upon these roads, and I
heard about the stories the ancient people told. Well, I drove across the river and I walked into the scene. Remember fields of harvest was down, yellow. Still a lot to give. Well, I go back down the alleys where as a child I used to be. Remember fields of harvest was down, yellow. Dankjewel. Ja, we worden er helemaal stil van. Ja, precies. Mooi gesteld liedje. Ja, het brengt even op andere gedachten. Ja. 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 Waar zat je aan te denken? Dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Ja, dat is natuurlijk een schot voor open deuren. Ja. Een vraag die Erik altijd stelt, maar Erik zit een eindje verder weg. Mm-hmm. Jouw gitaar, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb een... deze gitaar die heb ik nog niet zo heel erg lang. Maar het is een Ibanez... En het is eigenlijk een soort kopie van een Gibson. Een Gibson ES. En in de jaren 70 toen begon Ibanez die dingen te kopiëren. Maar die begon ze zo goed te kopiëren dat die eigenlijk beter waren dan de Gibsons die gemaakt werden. Tenminste een aantal. En toen heeft Gibson heeft een rechtszaak. Zijn ze begonnen tegen Ibanez. Gewoon dat ze moesten stoppen met die gitaar maken. Dus die heette lawsuit gitaar. En dit is zo'n exemplaar. Dus wow. Dit is zo'n lawsuit exemplaar. Uit 1975 komt die. Dat is heel bijzonder voor jou. Ja, dus hij is 1 jaar ouder. Of 1 jaar jonger dan ik. Dus, maar ik vind het altijd wel fijn om met oude instrumenten te spelen. Want hoe meer trillingen er doorheen gaan, des te... harder wordt het hout en des te meer sustain krijgt zo'n gitaar. Dus ik vind het een hele fijne gitaar om op te spelen. Nou, ja. Vind ik het heel mooi, ja. Ja, precies. Wat heb je nog meer in petto, Pieter? Ik dacht van, we kunnen er nog eentje doen, hè? Dus ja. Dan sluiten met een vrolijke. Een liedje van meer dan 100 jaar oud. Bijvoorbeeld Jesse James. The Story of Jesse James. Robbed a Glendale train. He stole.
people held their breath when they heard of Jesse's day. They wonder how he'd ever get that far. Robert Ford, it was a fact. He shot Jesse in the back while Jesse hung a picture around the wall. Oh yeah, well Jesse went to rest with his hand on his chest. The devil upon his knee. He was born one day. Het is wel een vrolijke melodie, maar de tekst is wat minder. Ja, het is, de story of Jesse James is natuurlijk heel oud, een heel oud verhaal. En het is zoals het vroeger ging, hè? Veel doden, veel bloed, veel overvallen. Is het waar gebeurd? Het is een waar gebeurd verhaal, alleen het is wel, Jesse James was natuurlijk niet zo'n heilige als dat in het liedje geschreven wordt. Hij was gewoon inderdaad gewoon een... Boef. Moordenaar, overvaller. En hij gaf af en toe waarschijnlijk wat weg aan de armen. Maar ze geweten te sussen. Waarschijnlijk wel, ja. 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 En je kon ook heel goed merken dat muziek topsport is, hè? Ja. Zeker. Het is, het is altijd... zeker met die energieke liedjes is het altijd gewoon op de, op de toppen van je kunnen... En gewoon echt al je energie geven. Ja. Zullen we nog een liedje draaien en dan daarna nog iets... Prima. Ja. Ja, ik kan ook nog eventueel een rustig liedje straks spelen. Dat is goed. Oké, dat is goed. Ja. Dan draai even dit. Beetje jazzy. Ja. Got to accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark, what did they do just when everything seemed so dark? Man, they say we gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. When everything seems so dark, man said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. Dit is Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Dit is het Lokale Omroep Goorle regionieuws.
Rondkijken op een struisvogelfarm, schapen scheren en bij het langste strootje of genieten van een lange fietstocht. In de Reeshof was afgelopen zondag de belevingsdag. En er waren veel bezoekers in het buitengebied van de Reeshof in Tilburg in Zuidwest. Zo was er voor aanvang van de dag een petitie tegen distributiecentra en industrie bij Wijkenvoort in waardevol Brabants landschap. En deze petitie is inmiddels al 1000 keer ondertekend. Er gaan in deze regio steeds meer stukjes natuur verloren door bebouwing. Je hoort daar in Wijkenvoort helemaal geen auto's, terwijl er toch een snelweg in de buurt is, zo zegt een van de bezoekers. Het idee dat een gedeelte van dit gebied in de toekomst misschien wel eens vol zou kunnen staan met bedrijven, staat de bezoeker ook helemaal niet aan. En afgelopen zondag was het druk richting de abdij van Koningshoeve. Men kwam voor de befaamde kruisweg van Servaas, die de paters trappisten na 10 jaar weer aan het grote publiek gingen tonen. Dom Bernardus, de vaderabt, verzorgde zelf ook de rondleiding. Hij stopte niet alleen bij de 14 staties in de kloostergang. Hij vertelde ook 100 uit over de samenwerking met het biermerk binnen de brouwerij, die ook erg belangrijk is voor de abdij. En over het dagelijks leven rond gebed en arbeid binnen de kloostermuren. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorl en Riel om de beide 18 graden. Het weerbeeld blijft zo. Alleen vanaf donderdag gaat de temperatuur verder omhoog naar de 22. De nachttemperatuur ligt op 12. Tot zover het lokale Omroep Goorl regio nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorl.nl. Aanstaande zondag is er tussen 12 en 2 weer een nieuwe uitzending van de Grote Anticater Zondagmiddagshow. Te volgen via Ziggo Kanaal 44, 105.6 FM en lokaleomroepgoorl.nl/live. Zorg dat je erbij bent. Tot zondag! Voor de Kunst is het platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Op voordekunst.nl kun je bijdragen aan campagnes van heel veel verschillende makers. Voor je donatie krijg je altijd iets terug. Van eeuwige dank tot een kijkje achter de schermen. Van een handkus tot een huiskamerconcert. Zo wordt geven nog leuker. Doe het. Voor de Kunst. Hatsenblad. Hatsenblad. En BMS. Iedere dinsdag van 7 tot 9. Meer dan 8000 deelnemers en meer dan 500 kilometer. Start Parijs en Hamburg. Finish de Binnenrotte in Rotterdam. Doel: het leven van mensen met kanker draaglijker maken. Dat is de Europa Run. Kom jij op tweede Pinksterdag de Europa Runners binnenhalen in Rotterdam? Meer weten? Europarun.nl. Europa Run, de run op het leven. Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. De Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorle. 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 Oh,
cloudburst. Heading this way soon. Heading this way soon. Ja, gaat in een oogwink, gaat het allemaal voorbij. Blink in een blink of een eye. En dat was natuurlijk Paul McCartney. Goed, we hebben nog steeds de gast Dieter van der Westen. En ja. Ik zal er, ik dacht van misschien is het wel leuk om nog eentje te doen. Ja, dat is goed. Oh, ja. Het is een nummer van het laatste album en het heet Come, Come, Come. Van de Westen live bij de Music Corner op de lokale Omroep Goorlen. Dank je. Ja, als je volgend jaar je nieuwe album hebt klaar hebt, dan ben je weer welkom weer in de Music Corner. Leuk, kom ik graag weer een keer langs. En voor alle mensen die in de regio Boksel wonen, komende woensdag is er een previewavond van Podium Boksel. En dan spelen we daar ook in kleine formatie. En op de website van de band, dietervandewesten.com. Daar staan alle theaterconcerten ook in het najaar. En alle plekken in Brabant waar we spelen. Dus, ook nog in Tilburg?
Tilburg niet, wel de Enk in Oorschot. Mm-hmm. En de Spodium Bokstel. En er komen de Schelleboom in Oosterhout spelen ook nog. Daar openen we het theaterseizoen op 15 september. Aha. Dus verschillende concerten komen er nog aan in het najaar. Nou, daar kunnen we weer van genieten. Ja, zeker. Bedankt Dieter dat je de gast wilde zijn. Zeker. Als eregast in het programma. Nou, mooi. En leuk om hier weer te zijn. Ja. En heel veel succes met alle andere radioactiviteiten. Ja. Ja, het is besmettelijk hoor. Precies. Dank je. Ja, en Marcel, we hadden nog iets voor jou. Dat zal ik je nu even geven. Dan mag je het onder de volgende plaat openmaken en daarna even laten zien. Goed? Oké, dat is goed. Ja, dat is goed. Oké. Wat moet ik nou doen? Muziek draaien. Oh, ja, muziek draaien. Oké. Nou, daar gaan we dan. De Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorwe. 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 Some folks say oehoe. Some folks say juhu. But I say juhu, mama. Wow.